Hallo. Ik ben Evi Standaard van het werkbureau. Ik ben Annelies. Kom binnen. Dank u. Mijn naam is Annelies. Ik ben 23 jaar. Is het goed dat ik jou eerst al informatie geef over begeleid werken? Ja, dat is goed. Evie, doe maar. We starten eerst met een intake. Daarin ga ik verschillende gegevens van jou vragen en voornamelijk peilen naar jouw motivatie voor begeleid te werken. Ja, oké. Okay. Daarna doen we het assessment. En dat is een proces waarin we jou beter gaan leren kennen. Waarin we gaan kijken wat jouw sterktes zijn, wat dat iets moeilijker is voor jou. Dat we eigenlijk een beeld kunnen vormen van wie dat jij bent en welk soort werk dat jij heel graag wil doen. Oké, okay, nadien gaan we op zoek naar een werkgever. We zoeken meestal bij jou in de buurt, hoe dat jij aangeeft waar dat jij wil gaan werken. Dan contacteren we die. Moest er een positief antwoord zijn, dan gaan we daarna de job matching doen. En dan gaan we eigenlijk kijken van wat wil jij, wat wil de werkgever. Dan gaan we alles samenleggen en dan zoeken wij de ideale job voor jou. Oké. En dan de volgende stap is gaan solliciteren en starten met te werken. Oké, dat is goed. Ik kijk er al naar uit. Ik woon nog bij mijn ouders thuis. Later ga ik beschermd ergens wonen. Ik heb epilepsie. Daardoor kan ik niet functioneren zoals een gezonde mens. Dan heb ik ook autisme. Dat betekent dat ik niet goed om kan met drukte. Met veranderingen kan ik ook niet goed om. En dan heb ik ook nog last van een mentale beperking. Mijn IQ is iets lager dan het gemiddelde IQ. Ik ben een heel creatief iemand. En daarom ga ik 1 keer per week naar het dagcentrum Wonderweg. Dat is een kunstdagcentrum voor mensen met autisme. Ook verzamel ik schelpen en natuurstenen. En ik lees ook graag boeken over geschiedenis, wetenschap en de wereldzee met hun koraalriffen en hun vissen en andere schatten erin. Eerst ben ik altijd naar gewone scholen gegaan. Dat wilde niet dat ze altijd zo goed lukken. Vanaf de puberteit werd ik zelfs meer gepest. Ik ben lid van de KVG en die mensen hebben mij naar jullie toegestuurd voor zo'n begeleide job te vinden en ook voor een dagcentrum te vinden. Na het assessment zijn we gestart met de jobfinding. Annelies heeft 3 rusthuizen opgegeven waar dat ze graag wou werken. Samen hebben we bekeken welk rusthuis het makkelijkst te bereiken was. Deze rusthuis hebben we gecontacteerd en we mogen op gesprek gaan. Hey Annelies, goed nieuws, we mogen bij het rusthuis Kattenberg gaan solliciteren. Oké, okay, cool. Ja, natuurlijk, want ik wil wel in de keuken werken, niet in de zaal. Ja. Annelies is gestart in Kattenberg, het rusthuis. Ze werkt hier nu 6 maanden. In het begin ben ik telkens komen meewerken totdat Annelies haar taken kende. En nu kom ik maandelijks langs voor een opvolgbezoek, waar ik meestal meewerk en een gesprek aanga met Annelies. Hoeveel keer kom je hier werken, Annelies? 2 keer per week, namelijk op dinsdag voormiddag en op donderdag voormiddag. Ik werk hier heel graag en ze zijn content over mij. Oh, dankzij deze vorm kan ons Annelies natuurlijk voor een stuk haar droom waarmaken. Van een klein kindje af stond ze heel graag in de keuken. Als ik kookte, zat zij samen met mij in de potten te roeren. En haar grote droom was als kok in een restaurant, in een keuken te kunnen gaan werken. Spijtig genoeg, door haar beperkingen en haar ziekte ging dat niet. Maar dankzij deze vorm kan zij dat toch voor een stuk waarmaken. Ja.